Een goede avond, dames en heren. We zenden vandaag uit vanuit de prachtige jachthaven van Aix-les-Bains aan Le Lac du Bourget. Dit is het grootste en het diepste meer van Frankrijk en de legende wil dat het is ontstaan nadat God aan een engel vroeg om de Alpen te verlaten. Die was zo verdrietig om zijn nakende vertrek dat hij begon te wenen en uit zijn tranen ontstonden drie meren. Het Lac Léman, het Lac d'Annecy en dit wondermooie Lac du Bourget. Aan de tafel vanavond twee mannen die 40 jaar geleden mee aan de basis lagen van de laatste Belgische toerzegen. Lucien van Impe en Willy Teirlinck. Lucien van Impe is zowat de beste klimmer aller tijden. Hij won 6 keer het bergklassement in de Tour en pakte ook 1 keer de eindzegen in 1976 dus. Willy Teirlinck is de Belgische kampioen van 1975 en reed 10 jaar bij Lucien in de ploeg. Hij won zelf ook 5 ritten in de Tour. We gaan retro, maar verliezen uiteraard de actualiteit van de dag niet uit het oog. Welkom bij Vive le Vélo. Plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Als we nu het vakantiegevoel niet zouden hebben, zullen we het nooit meer hebben. Prachtige plek om met twee gasten aan een tafel te zitten hier aan dit meer van Le Bourget. We drinken bier, uitzonderlijk bier vanavond. Saison du Lucien. Welkom, Lucien van Impe en Willy Teirlinck. We gaan al eens klinken. Normaal doen we dat aan het eind van het programma. Maar we gaan dat doen op de toerzegen van 40 jaar geleden. Er is al heel veel over te doen geweest, Lucien. Je bent er toch nog niet beu om erover te praten? Hè? Nee, no, nee, helemaal niet. Nee. Jij ook niet, Willy? Nee, helemaal. Ja. De Tour, dat was ons leven. Hè. Dus, vroeger in de Franse ploeg, als wij eerst beroepsrenner waren, dat was de Ronde van Frankrijk, stond in belangstelling. Als je het ganse jaar helemaal niks gepresteerd had en je waart er in de Ronde van Frankrijk, ja, daar kon je je seizoen weer redden. Hè. Mm-hmm. Jullie hebben samen 14 ritten gewonnen in de Tour. Lucien heeft er 9 gewonnen, jij toch ook 5, ja. Willy. In die Tour reed je in dienst van Lucien, maar de kansen deden zich ook wel voor om ritten te winnen. Ja. Ik ben altijd toch een beetje geweest, ook in die tijd, om een beetje geld in het bakje te brengen. Tussen sprint, ik heb ook 2 keer de knelpunten in de tijd. Dat was een speciaal klassement, de eindzege behaald. En uiteraard, ja, dus in de eerste plaats, dus dat was samen met René Dillen en Minkiewicz, waren wij toch een klavertje viel, laten we zeggen, met Lucien erbij, ja. Die dus 8 jaar samen in dezelfde ploeg hebben gereden. Lucien, probeer de coureur Willy Teirlinck eens te beschrijven. Wat voor een type renner was hij? Een hele slimme coureur. Hè. Er zijn er weinig die dat gekund hebben. Wachten tot die laatste kilometer. En Willy was daar bekend voor. Iedereen wist het dat hij ging gaan. Maar als hij ging, dan was hij was weg. Hè. Ja. Hij heeft toch wel straffe dingen gedaan in de Tour. Je moet daar niet alleen slim voor zijn, maar je moet daar ook hard voor kunnen fietsen. Hè? Want jij bent nog altijd een referentie. Ik hoor commentatoren nog altijd zeggen à la Willy Teirlinck als iemand wegspringt in die laatste kilometer. Ja, ik ben daar zeer fier over als je 40 jaar later, of zelfs van in 1972, die 3 ritten won, dat ze daar nog altijd op terugkomen. Dat moet dus zeer, zeer spectaculair geweest zijn. Hè? Dat was het ook. Een verschroeiende jump had je. Zo ben je ook Belgisch kampioen geworden in Metz in 1975. We hebben daar nog wat beeld van gevonden. Hè? Dit is de laatste rechte lijn. Walter Plankaert heeft een kleine voorsprong, maar jij springt weg uit een groepje en je remonteert hem nog. Een groepje met Eddy Merckx en alle grote. Roger de Vlaeminck, Godofroot, Verbeek, ja, dus de toppers van die tijd. Hè. 1975 in Metz. Ik heb me laten vertellen dat je het ooit eens 20 keer in 1 seizoen gedaan hebt, zo'n jump. Niet altijd voor de eerste plek, maar wel 20 keer. Ik denk zelfs meer. In 1972 denk dat ik 20 keer voor de Tour altijd weggereden was. Ik kon me dan niet laten, zelfs voor de 20ste plaats in een kermiskoers. Zelfs onze sportbestuurder Stablenski, die was destijds een beetje kwaad ervoor. Zei, zo'n wapen dat moet alleen gebruiken als dat dit voor de eerste plaats is. Maar dat was sterker dan mezelf. De laatste kilometer of zelfs soms later, 500-600 meter van het einde, ging ik. En ja, dus daar was in die tijd was er weinig of niets aan te doen. Ja, er is al even een flits geweest van een vraag voor Vive le Vélo. Ze passeerde, we gaan ze nu eens helemaal tonen. Dat is een vraag die daar mee betrekking heeft. Is een Teirlinckje doen nog mogelijk met al die treintjes tegenwoordig? Goh, ik denk de echte vlakritten, zoals het echt gaat, zou zeer moeilijk zijn. Maar er zijn toch een aantal overgangsritten. Ik heb daaronder ook in de Ronde van Italië gezien.
wanneer dat de treintjes een beetje ontregeld zijn. Je zou dan eventueel moeten afspreken met een ploegmaat dat die 2 tot 3 kilometer van het einde nog een keer echt gaat om de boel een beetje te ontregelen. En dan zou het moeten lukken. Ik ben ervan overtuigd. Een Sagan, als je ziet, met wat snelheid dat die het peloton uit elkaar kan rafelen. Als het zo echt stilvalt, 1,5 kilometer van het einde, dat die moet bekwaam zijn. Ik denk dat dat nog kan, maar niet de laatste kilometer meer. Maar 2, 3 kilometer van het einde. We hebben dat van Sagan nog gezien. Maar dat moet je volhouden. Hè? Ja. 2, 3 kilometer. Je moet eens een klapje gaan doen met Sagan. Hè? Ja. Ja, maar die wint al genoeg. Hè? Ja. Lucien was een collectioneur van bollentruien. Hij heeft er 6 gewonnen in de Tour, 6 keer bergkoning in de Tour. Wat had hij als klimmer dat een ander niet heeft of had? Goh, ik denk zeker in die aardspelbochten. Lucien die kon dat, ik zeg dat zo, tjik, nog een keer van de trappers een keer recht op de pedalen gaan. En dat versmacht iedereen. Hè. Dus nu wordt er eigenlijk, hè, zoals de ploeg Sky rijdt, dat is eigenlijk op tempo. Die nemen die bochten langs de buitenkant. Maar Lucien die ging eigenlijk expres een beetje inhouden voor de bocht. En na die bocht kon hij versnellen. En dan in de laatste 2, 3 kilometer zelfs Merckx heeft het bepaalde momenten kwaad gehad om in het wiel te blijven. Hè. Dus Lucien had dat specifieke dat hij echt kon verapperen achter die aardspelbochten. En dat sneed die echte, die niet-klimmers, helemaal de benen af. Ja. Was het in die tijd altijd de beste klimmer die het bergklassement won? Want tegenwoordig is dat niet meer zo. Hè? Ja, ik weet toch dat... Ik moest toch altijd spurten tegen 6, 7 man. Zeker de eerste week waren er 10 die meededen voor dat bergklassement. En in de finale was dat al minder. Maar toch moest ik... dikwijls zag ik mijn peren. Om tegen Zoetemelk, Ocaña, dan 3, 4 Spanjaarden... En op het einde kwam er ook nog de Colombiaan daarbij. Dat was niet zo gemakkelijk, toch? Nee, maar de jongste jaren is het zo dat mensen in een verre ontsnapping meegaan en op die manier die bolletjestrui kunnen pakken. Kijk naar onze Thomas de Gent. Die had voor de rit de bolletjestrui. We dachten 33 jaar na Lucien van Impe. Gaan we die bolletjestrui nog eens pakken? Ik heb erin geloofd. Hè. Ik dacht echt, ik meende dat. Ik dacht, het kan, hè. Het kon. Maar hij moest vandaag mee geweest zijn en... Vandaag heeft hij, grote begaan vandaag. Denk dat ik vrees dat hij vandaag de kans heeft laten liggen. Dus, het schijnt dat hij in de start heeft gedemareerd. Misschien, hè, zoals ik zeg, je moet een losse vlodder als je wil demareren. En moet zien dat je niet gekonterd wordt. En blijkbaar is het zo gebeurd. Hij is ingelopen. En dan heeft Maika direct een cartouche geschoten en hij heeft moeten passen. Ja. Als er dan 30 renners wegrijden en je bent niet mee, dat is het teken dat je de benen niet hebt. We gaan dadelijk kijken naar dat ritverslag. Jullie zijn het al een beetje aan het vertellen, maar dat is niet erg hoor. Ja. Maar jullie zijn effectief ook naar Thomas de Gent geweest vanmorgen. En Lucien, je was onder de indruk van het materiaal, van de fiets. Ik wilde met hem praten en dat is gelukt, ja. Ja. Je was onder de indruk van zijn fiets, hè? Zo licht. Ja. Ja. Oh, hey, jongen, wat weegt dat? Weegt dat niet te licht, joh? Nee. Allee, joh. Moet toch 6,7 kilo of zo zijn? Ja, dat is 6,7, hè. Oh, jongen, jongen, rijd hem in een kol op. Oh, jongen. Dat is ook nog goesting hebben voor nog te beginnen, als ik dat zie. Thomas. Proficiat, je moet. Verdomme. Oh, de wind niet in de trui. Hopelijk. Dat kun je, dat moet wezen vandaag. Hè. Er is geen andere optie. Vandaag? Als je vandaag punten pakt, winnen. Stek dat in. Het kan moeilijk zijn, maar gewoon... En van die Maika vanaf geraken. Die zal wel proberen meegaan. Eigenlijk heb ik het minste schrik van hem. Ja? Die is al gevallen, hè, dus ik denk dat hij al wat minder goede benen heeft. Maar er zijn er nog zoveel dan kunnen winnen. Hè. Als je de kans hebt dat je meezet, pak ze de puntjes en hij is binnen. Weet je waarom? Dan ga je niet nog meedoen. Als je genoeg puntjes voor zet, ik heb dat ook zijn in het begin, was dat moeilijk voor mij. Wat punten pakken. En ik moest spurt tegen iedereen. Maar gelijk als ik zo wat stoer deed, zelfs als het niet ging, dat was stoer. Kijk nu nog naar dingen. Kijk naar Sagan. Ze wilden hem ook alle punten pakken. Waarom? Omdat ze schrikken, want ze denken, dat is toch geen avans. Van mij mag dan winnen zijn. Niet, godverdomme, het is dat ons zijn. Je hebt er al voor gereden, ook verdiend hadden. Ja, mooi. Mooie ontmoeting was dat. Ja, ik vond het tof, ja. God, hij moest eraan gedacht hebben. Ik heb hem voor de start gezegd en hij geloofde er niet. Maika. Ik heb gezegd, Maika, ga met Maika mee. Allee, hij moest maar 1 renner in doog hebben vandaag. Dat was eigenlijk zijn grootste concurrent voor de trui. Hè. Als je ziet dat hij moest echt geen goede benen gehad hebben. Of, ik begrijp het niet. Ik begrijp het echt niet. Hè. Hij moet toch ook nadenken. Nee, maar de ploegleiding moet dat toch ook zeggen. Maika is de man. Ja, maar ze hadden geen rekening gehouden met hem omdat hij gevallen was en de goede benen niet af. Ja. Thomas is wel een speciaal om te begeleiden, denk ik. Hè. Dus hij doet altijd een beetje zijn eigen zin. Fantastische coureur, hè, wat hij doet. Maar ik denk om handleiding mee te geven dat niet makkelijk is. Dat denk ik ook niet. Maar goed, hij heeft wel al de rit op de Vondel gewonnen. Zijn tour is meer dan geslaagd. Gisteren zat Angelique Dupré op jouw stoel, Lucien. Jij mag straks kaarten trekken hier aan deze tafel. Zij heeft deze kaart getrokken. Peter Stettina, dat is een Amerikaan, een zoon van een
oud wielrenner van Deelste Tina. Peter maakt al een jaar of zes deel uit van het profpeloton. Vorig jaar kwam hij heel zwaar ten val in de ronde van het Baskenland. Knalde daar op een metalen, een fonten plaatje, paaltje eigenlijk. En hij brak zijn knie en vier ribben. Ondertussen is hij terug in het peloton. En vanmorgen werd hij opgezocht door team van Gramberen. Peter Stetna, I'm 28 from California, and this is my second Tour de France. Peter, let's go back to the Tour of Basque Country last year. What happened over there? It was a horrible crash. In the final kilometer, there were some metal poles sticking out into the roadway, and there was no marshal, no protection. Just one orange traffic cone put on it last minute, and I hit it going about 60 kilometers an hour straight onto my kneecap. I totally shattered my kneecap. I broke my tibia all the way down. I did five ribs and my LCL tendon. Did you think at that moment, my career is over and I can't even walk anymore in the future? You know, not immediately, but my doctors, they said, you're lucky because sometimes this injury, they have to cut off your leg because the bone is so damaged, it doesn't work and grow again. I think during the first week of the tour last year, I did my first pedal stroke. So it's been about 1 year since I've been like actually training on a bike. So it's good to be back at the tour. Did that crash change you? Yeah, a little bit. Good and bad. I don't fight as hard if it's a really crazy sprint finish. I just say, you know what, like sometimes crashing's worth it, and other times it's okay if I lose a few seconds. It's not important to me, but at the same time, like when I am suffering on a climb, it's not the same pain. Like you realize that you're choosing to put yourself in this kind of hurt, and that's not so bad. Thanks talking to you. I can offer you this. This is your card, Peter Stetina. That's you, on a card. We hebben weer bijgeleerd. Het is Stetna en niet Stettina. Goed, de start van de 15e etappe die ligt in de stad van de kippen met de blauwe poten, Bourg-en-Bresse. En de finish volgt na 160 stevige kilometers in Culoos. Eerste Alpenrit, onderweg liggen 6 hellingen, 2 van derde, 1 van tweede, 2 van eerste en 1 col buiten categorie. De Col du Grand Colombier, dat is een nieuwe in de Ronde van Frankrijk en het is een hele mooie geworden. Als je dit profiel ziet en de belangen kent, dan weet je dat alerttijd van bij de start echt wel een vereiste is. Dat zal blijken in de Jura. We gaan fietsen met een peloton aan hoge snelheid van bij de start. En we hebben een Thomas de Gent die zelf de ontsnapping op gang wil brengen. Hij wil het forceren, probeert een paar keer te ontsnappen, maar zonder succes. En dan wordt hij gecounterd, loopt hij echt op een counter. Hier achteraan het peloton bengelend moest even bekomen van zijn inspanningen als het echt aan het gebeuren was. En daar had hij hem al. Zijn grote concurrent Rafał Majka springt weg uit dat peloton. Hij komt als eerste boven op de Col du Bertillon samen met Zakarin. Majka pakt hier 10 punten en komt dus heel dicht bij de Gent. Er ontstaat een zeer mooie kopgroep van 30 renners. Met daarbij Nibali, met Majka uiteraard, met Viermoos ook, met Pantano, met Roland, met Serge Pauwels, onze landgenoot. De man die tweede werd op de Van Toe. Met Tom Dumoulin, met Reichenbach ook, Vöckler en Alaphilippe. Prachtige bende om een hele dag mee op pad te gaan. In het peloton weet Sky dat daar niet echt gevaar schuilt in die kopgroep. Dus gaan ze er een rustige dag van maken. Toch proberen. Dit is een heel mooi helikopterbeeld van die Col du Grand Colombier. Een nieuwigheid in de Ronde van Frankrijk. En ga er maar vanuit dat ze de komende jaren gaan terugkeren. Want op die Col du Grand Colombier is de kopgroep al stevig uitgedund. Wie is er nog over? Majka, Viermoos, Pauwels, Reichenbach, Alaphilippe, Pozzovivo, Navarro, Pantano, Roland en Zakarin. Op 4,5 kilometer van de top, dan een versnelling van die Zakarin. Majka schuift opnieuw mee. Daarachter springt ook Julien Alaphilippe weg. Serge Pauwels moet even zijn eigen tempo gaan zoeken. Vlak voor de top nog 200 meter. Majka komt als eerste boven en hier tikt de teller aan. 25 extra punten voor de bollentrui. Zakarin als tweede daar voorbij. Die moest even zijn lens opnieuw proberen in te steken. En dat lukte niet zo goed. Zou hem ook het duur te staan komen in de afdaling. Hier hebben we Pantano, Alaphilippe, Majka en Zakarin. Ze zijn met 4 uiteindelijk in die afdaling. En kijk hoe Zakarin aan het sukkelen is. Die heeft problemen met zijn lens. En daardoor moet hij ze laten rijden in die afdaling. Hij kan ze niet volgen. Julien Alaphilippe staat hier aan de kant van de weg. Hij heeft materiaalpech op een zeer slecht moment. Zo blijven er nog 2 man over. En we hebben een lokale ronde in deze toerrit. Dat is uitzonderlijk de jongste jaren.
En we gaan nog één keer klimmen op de Lacet, de Grand Colombier. Dat is een col van eerste categorie. Achter de twee leiders hebben we deze vier achtervolgers met daarbij Powels. Ze volgen op een minuut van Maika en Pantano. Maika is duidelijk beter dan Pantano als het bergop gaat. Hij rijdt hier van hem weg. Hij lijkt op weg naar de ritzege. Bij de favorieten is er een prik van Aru, Fabio Aru en Alejandro Valverde. Maar Wout Poels rijdt alweer een berenrit. De winnaar van Luik-Bastenaken. Luik blijft tempo maken en haalt iedereen terug. Het gaat iets te snel voor Powels bij de achtervolgers. Hij moet Viermoos en Reichenbach laten gaan. Dit is een heel mooi beeld van die Lacet. Haarspeldbocht na haarspeldbocht. Mooie klim diep in de finale van een Alpenrit. Bij de favorieten komt er een aanval van Romain Bardet. De zevende in de stand, maar wel op 4-0-4 van Froome. En daarachter is het weer Wout Poels die het gaat toerijden. TJ van Garderen komt in de problemen. De zesde in de stand. En Maika die blijft punten sprokkelen. Eerste bovenop Le Lacet du Grand Colombier van eerste categorie. De eerste achtervolgers hier op 22 seconden met Charlinson Pantano en Sebastian Reichenbach. Pantano is een goede daler en gaat zich zo dadelijk als een steen naar beneden gooien. Hier Bardet. En een beetje ruzie toch weer met die van Sky daarboven op de col. Maar het heeft er alles van weg dat Maika op weg is naar de ritzege en naar de bollentrui. Maar een afdaling onder druk in de finale van een toerrit is altijd een gevaarlijk gegeven. Nu. Probleempje voor Maika. Dat was even bijna te ver uitgedraaid. Ja. Dat is waar ik voor verwittigd heb opgelet. Die flasje van de schaduw in de zonneschijn, dan ga je wel eens wat missen. De daver op het lijf, maar van de andere kant moet je natuurlijk blijven doorgeven, moet je risico's inbouwen. En daar is Pantano en die doet dat veel gladder. Oeh, la 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 la. Ja, die hoopzakken. Duidelijkere lijnen was er net al te zien. Wat een ritme. Ja. Het doet me denken aan Frédéric Fichot, alhoewel dat is wat overdreven. Dat is erbij. En nu is het man tegen man. De achtervolgers. Deze man op 25 seconden. Reichenbach Viermoos. Wat zit Viermoos dicht op dat wiel van Reichenbach? Ja, Pantano vol. En dat zal natuurlijk Maika maar wat graag hebben. Is het spel begonnen? Ja, blijkbaar wel. Hè. Het is niet echt vol ronddraaien. Ik denk dat ze wat dichter gekomen zijn. Dat zijn er maar 17. 18. 19. Dus moeten ze blijven doorjassen daar vooraan. Ja, dat hebben ze nu allebei in de mot. Een Colombiaan met stevige dijen, dat wel. Maar wat zit daar naar 11 beklimmingen? Tussen de massa nu. Een beetje uit het zicht. Nog 300 meter. Opgelet, hè. Opkomende Maika. Kan de Colombiaan daar nog over? Of is die pol zo oersterk? Daar komt Pantano toch weer terug. Die komt toch weer terug en laat Maika achter en gaat de etappe winnen. Pantano gaat de etappe winnen. Charlinson Pantano wint een bijzonder zware bergrit in de Ronde van Frankrijk voor Maika. En dan is het hier Viermoos die toch net derde wordt voor Reichenbach. Pantano wint voor het eerst een rit in een grote ronde en bezorgt ook Jam Cycling, de ploeg die uit het peloton verdwijnt, een eerste ritzege ooit in de Tour. Prachtige overwinning van deze kleine Colombiaan, gepakt in de afdaling. Dit zijn nog een paar aankomsten. Alaphilippe, de ongelukkige Alaphilippe, finisht vijfde op 22 seconden. Onze Powels rijdt weer een hele goede rit, wordt zesde. Pierre Roland is zevende. En Froome die knikt even naar Wout Poels. Wat heb jij dat knap gedaan vandaag, man. Alles zo goed onder controle gehouden. Op het podium, die kleine Colombiaan. 28 jaar is hij, Pantano, de eerste Colombiaanse ritwinnaar sinds Quintana in 2013. En Froome heeft dus alweer een zware etappe overleefd en mag zijn 38e gele trui omgorden. Versmacht Sky deze koers? Eigenlijk wel. Hè. Dus de ploeg is eigenlijk te sterk. Bij dat incident hadden ze beter misschien zijn tijd gelaten. Dat er misschien nog een beetje spanning geweest. Dus na de tijdrit denk ik zonder ongelukken dat de Tour over is. Hè. Ik denk dat er alleen nog zal gereden worden voor het podium. En de bolletjes trui en zo verder. Dus nog de groene trui die is ook al binnen volgens mij. Dus het zijn nog een beetje zijgaaien en ritoverwinningen. Maar eigenlijk de spanning is weg volgens mij. Zijgaaien, dat is uit de liggende en de staande wip. Hè? De oppergaai en de zijgaai. Een hele goede ploeg, Sky. Het is bijna exacte wetenschap ook. Elke dag mag er eentje vroeg afhaken, de anderen blijven dan rijden. Er is wel één constante, dat is die Wout Poels. Wat is die sterk? Die is sterk, hè. Hans de Ronde, dat is ongelooflijk. Die jongen
die is waard om kopman te zijn in een ploeg, denk ik. Ja. Ik denk dat hij dit jaar al bewezen is. Als je gelijk Bastenaken-Luiken wint, dat is een teken dat je echt top bent. En ja, waarschijnlijk zal hij echt een goed contract hebben. Dat hij misschien zegt, ja, ik wil het kopmanschap of het risico om af te gaan in de Tour niet lopen. Als hij een echt goed contract heeft, zal hij zeggen, ik mag mijn kans gaan in de klassiekers. En als ik dan echt goed werk levert, krijgt hij wel de appreciatie van de ploeg. Hè. Ja. Wat doe je om de winnaar van Luik, Bastenaken-Luik, te overtuigen om zijn kansen weg te cijferen voor iemand anders? Boter bij de vis. Ja, uiteraard. Hè. Ja, maar ik zou dat niet willen. Nee. Ik heb ook de kans gekregen ooit in mijn leven om in Italiaanse ploegen te gaan of zelf in de ploeg van Eddy Merckx te gaan. Ik wou dat niet. Voor geheeld van de wereld, als je kunt kopman zijn, dan ben je toch kopman. Je koerst toch om te winnen. Mm-hmm. Allee, vroeger was dat toch zo. Nu is dat misschien al een beetje minder, maar toch. Gaat hij zich later niet beklagen om het niet te proberen? Dat zou best kunnen. Hè. Want ik heb altijd samen met Lucien de ploeg gezeten en ik heb altijd ook gezonde ambitie gehouden om koersen te winnen. Want ik vind als renner dat ze de dag van vandaag veel renners zich daar te gemakkelijk bij neerleggen. Natuurlijk, de salarissen zijn veel verbeterd. Ze worden naar gelang veel beter betaald. Dan is het misschien gemakkelijker om zich daar beneden te leggen. In onze tijd, dat wie dat een beetje wou... er bovenuit komen, die moest hij karakter tonen om toch zelfresultaten af en toe neer te zetten. Hè. Ja. Nu, het is niet Poels alleen. Hè. Er is ook een vraag binnengekomen voor Vive le Vélo. Een vraag van Steve van den Bergen uit Bredene. Hoe komt het dat de helpers van Chris Froome in de bergen zoveel beter zijn dan de andere favorieten? Ja, ja, het is ook training. Hè. Die man die hebben zich ongelooflijk voorbereid. Ook, hè. Maar ik heb toch meer verwacht van Quintana bijvoorbeeld. Uh-huh. Allee, we hebben hem al een paar keer zien die mareren, maar er zat niks achter. Quintana is de Quintana niet die wij kennen. Hè. Die moet veel beter kennen dan we nu gezien hebben. Het kan nog eens. Er zijn nog twee etappes bovenop aankomst. We weten nooit. Ik hoop het. Dat er een paar zijn die hem durven attackeren. Maar niemand durft niet. Niemand. Iedereen wacht, afwachtend, in het wiel blijven. Ja, ik vrees een beetje dat meestal de meeste content zijn dat ze eigenlijk daar kunnen blijven zitten, dat ze kunnen rijden voor de tweede en derde plaats. Er wordt echt weinig aangevallen. Hè. Ze moesten echt toppers zijn, dan zouden ze verder dan de laatste kilometer op een top of de laatste col aanvallen, dat is te laat. Hè. Eigenlijk is het spijtig, denk ik, dat Contador is weggevallen. Want als die goed had geweest, denk ik dat die van verder dan de laatste col zou durven aanvallen. Als je dan die aanvallen van Aru of Valverde ziet, er is niet eens een reactie in het peloton. Hè. Ze blijven gewoon tempo maken en ze rijden er weer naartoe. Ze laten zich kop niet zot maken. Ja, dat is het. Maar die ploeg is zo sterk. Hè. Je weet ook, als ze daar op kop rijden met 3-4 man, een hoog tempo, echt voor klimmers. Ik weet wat dat is, als die man het iets te rap rijden, om dan nog de hand te doen. Maar hoe zou je hem kunnen isoleren? Van beneden. Ja. Van aan de voet ook, ja. een paar keer attackeren, dan gaat die ploeg misschien... Ze wachten toch. Ja, voilà. Dat is het enige dat erop zit. Maar niet wachten tot die mannen op tempo zijn en dan met 4-5 man op kop rijden, dan kun je daar niks meer aan doen. Maar ze zijn allemaal bang om zelf te ontploffen en dan hun klassement kwijt te zijn. Ja, daar zijn de ploegmaats eigenlijk voor. Hè, van te zeggen, aan de voet van de kol gaan we proberen de boel in brand te steken. En dat gebeurt te weinig, vind ik. En het zijn uiteraard allemaal echt toprenners die in de ploeg zitten, die er ook op getraind zijn om dat tempo zo hoog mogelijk te leggen om de lust van te demareren weg te nemen. Mm-hmm. Wat vinden jullie van de Tour van Serge Pauwels tot dusver? Ja. Heel goed. Ja. Ik denk dat hij de laatste week nog echt gaat presteren. Ik denk dat hij nu echt pas op dreef komt, dat vertrouwen er terug is. En dat hij uiteraard, dat zal de eerste Belg zijn in het klassement, wat dat ook betekent. Maar ik verwacht nog. Het klassement moet hem niet naar kijken. Hij moet nog gaan voor een etappe te kunnen winnen. Dat kan dat. Was er dichtbij op de Van Tour. Ja. Tweede ja. achter Thomas de Gent. Vandaag zesde. Was iets minder. Kon eigenlijk de Maika en compagnie niet echt volgen op die klimmen als het er echt toe deed. Maar zesde in zo'n etappe is nog altijd knap. Hij mag dus reageren. Het was heel een dag op blok. Echt, ik denk, een van de zwaarste koersen die ik ooit gedaan heb. Maar ja, dat was te verwachten. Het was vandaag... Sorry. Het was vandaag geen meter vlak. Dus... Het begon eigenlijk al op de eerste categorie klim. Dat was het, vol. Maar ik had goede benen, dus ik heb opnieuw alles ingezet op de ontsnapping in de veronderstelling dat hij wel ver zou geraken. En dat is ook gebeurd. Als je ziet welke renners dat er daarbij waren, dat is gewoon absolute wereldtop. En ik ben blij dat ik uiteindelijk dan nog... van die 30 nog redelijk voorin heb kunnen eindigen, maar het was zesde is hetgeen wat ik
wat dat waard was vandaag, denk ik. Ja, zware dag voor iedereen. Dat hoor je aan Serge Pauwels. Ook al aan zijn ademhaling nog altijd na de rit. Hij heeft afgezien vandaag, zoals zoveel. De grote winnaar van vandaag is Rafał Majka. Hij heeft de rit dan wel niet gewonnen, maar wel de bollentrui gepakt. En het ziet er naar uit dat hij die bollentrui wel tot in Parijs zou kunnen houden. Al mogen we die slotweek niet onderschatten, hoor. Er zijn nog veel punten te halen. Deze Pool, die hem al eens won, daar staat hij met de armen in de lucht. Een goede coureur toch ook, hè, die Rafał Majka? Ja, natuurlijk. Hij verdient ook om die trui te pakken. Hè. Hij is in feite, qua klimmer, is hij wel beter, denk ik, dan de Gent ook. Hè. Maar, het is pure klimmer, joh. Het is jammer dat Contador er niet meer is, zoals je zei. Want Majka en Contador, dat was een mooie combinatie geweest om die ploeg te isoleren. In brand te steken. Of Froome te zeggen. We gaan eens kijken naar de verschillen in het klassement van de bollen, want die zijn toch al groot geworden. Majka heeft vandaag een voorsprong bij elkaar gefietst van 37 punten op de Gent. Navarro en Pauwels en Dumoulin die volgen nog veel verder. Het ziet er niet naar uit dat zij nog in aanmerking komen. De Gent en Majka, dat kan nog een duel worden, maar dan ben je afhankelijk van de benen de komende dagen. En Majka gaat nu ook wel de Gent volgen als dat nodig is. Het gaat simpel zijn nu. Majka gaat gewoon bij de Gent blijven en hij laat hem spurten. Ja, als hem juist achterrijdt of juist voor, dat is gedaan. Het moet kunnen in een ontsnapping zitten dat Majka er niet bij is en denk dat dat bijna onmogelijk is. Laat ons hopen, maar ik vrees ervoor dat de bollentrui dat ook al vast ligt. Ja. Heeft Thomas de Gent zich al verzoend met dat lot? Dat is de vraag. Hier komt het antwoord. Ik had de benen niet. Zo simpel is het. Ik heb wel geprobeerd in het begin, maar op die eerste klim moest ik zelfs peloton even laten gaan. En dan is het niet voor vandaag. Het gat is al groot, maar ik wil ook nog wel voor een tweede ritoverwinning proberen gaan. Dus ik denk dat dat nu het hoofddoel is. En dan zie ik wel of dat die bollentrui er nog gaat inzitten. Voilà, bollentrui als secundair doel en een rit. Heeft gelijk. Ik zou dat ook doen. Ik zou nu gaan voor een etappewin en dan kijken wat er komt. Hè. Je weet nooit. Hè. Hij heeft al een zware etappe gewonnen. Hij kan dat. Hè. Het zijn nog twee etappen bovenop aankomst. Maar als hij een rit wil winnen, gaat hij toch Majka moeten kloppen. Want Majka gaat hem niet laten wegrijden, denk ik. Nee, dat is waar. Dan zit je een beetje gevrongen. Hij zit een beetje gevangen eigenlijk. Door die punten ook. Door die punten, doordat hij nog tweede staat, gaan ze hem niet makkelijk vrijgeleide geven in de ontsnapping. Hè. Nee, ofwel moet hij meezitten met Majka in de ontsnapping en zeggen, pak jij de punten bergop. Ja, en ik. Of ik denk in de spurt dat hij zeker Majka misschien aan kan. Hè. Mm-hmm. Als ze samen naar de meet gaan, zouden we eventueel nog kunnen. Maar wegrijden zonder Majka, dat denk ik bijna uitgesloten. We zullen zien. Maar het ziet er niet naar uit, Lucien, dat je een opvolger zal krijgen 33 jaar na datum met die bollentrui. Maar dat mocht, hoor. Want ik meende het echt als ik... hij verdient dat ook. Hè. Het is een goede renner en maar ja, het zal niet voor dit maar nog niet alleen voor de bollentrui. De rest dat kan misschien nog langer duren. Hè. een Belgische toerwinnaar. Ja. Daar gaan we straks nog eens over praten, maar dat zou inderdaad nog wel eens lang kunnen duren. Het was in 1983 dat je de laatste keer de bollentrui hebt gepakt, Lucien. Je hebt toen een klimtijdrit ook gewonnen in Avoriaz. Dat was je laatste ritzege in de Tour. We zien je hier aankomen. Laatste bocht en dan ga je finishen. Steven Roach zou tweede worden op 36 seconden. Peter Winnen derde op 49 seconden. En de gele trui en latere toerwinnaar Laurent Fignon die wordt tiende die dag op 1 minuut en 45 seconden van Lucien van Impe. In Parijs pak je dan. Hier sta je op het podium in Parijs. Je laatste van 6 bergtruien. Ik heb horen zeggen dat ik nog altijd een record zou hebben. Ik weet het niet. Van op Mourzina Voreas. Dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Ik weet het echt niet. Ik heb dat vandaag horen zeggen. Dat moeten we uitvissen. Morgen doen we dat. Je werd altijd geroemd om je stijl. Hè? Je was echt een pure klimmer. Jij haalde het al aan. In die bochten kon hij nog die versnelling plaatsen. Als je jezelf nu vergelijkt... Het is bijna geen vergelijking. Met Chris Froome qua stijl. Oh nee. Is dat dat is een belediging, hè? Ja. Sorry, Lucien. Allee, een echte klimmer... Froome is, hij kan bergop natuurlijk, hè, maar het is geen echte klimmer. Hij kan niet met die snokken gaan. Froome moet tempo rijden. En ik had dat graag tegen iemand koersen bergop die tempo reed. Hè. Mm-hmm. We gaan eens kijken. Dit zijn beelden van jouw bergop. En danseuse uit dat zadel. Heel danseuse, ja. Die wielen worden heel groot als het ventje op de fiets klein is. Hè, maar je gaat ontzettend snel vooruit. En dan gaan we eens kijken naar Froome. Dit is ook anders. Ja. Hè. Dit is ook veel kleiner. Ja, straf, hè. Hoe doet hij dit? Ja, dat is ongelooflijk, want ik reed ook klein, maar hij rijdt ongelooflijk klein en op de zadel blijven zitten.
Ik moest gaan dansen. Ja, daar heeft hij op getraind, anders kun je dat niet. Ja. Maar het ziet er niet uit. Hè. De manier altijd, hij kijkt altijd naar de grond, precies dat hij beschaamd is om naar de mensen te kijken. Hè. Hij heeft eigenlijk geen stijl. Eigenlijk. Maar ja, hij gaat vooruit en dat is het voornaamste. Ja, dat is het belangrijkste. Voilà. Snelst aan de finish zijn. Ja. Maar hij danst bijna nooit. Nee. Staat nooit op de komt bijna van zijn zadel. Ik denk niet dat hij dat kan ook. Ja. Ik denk dat niet. Hij kan dat niet. Quintana kan dat, Contador kan dat. Er zijn nog weinig klimmers die eigenlijk van hun zadel gaan om te versnellen. Hè. Dus Le Chien was denk ik een van de laatste al. Hè. Dus al wie dat later gekomen is, de bergkoningen. Het is eigenlijk meer van punten te sprokkelen, van vroeg in de aanval te gaan. Maar eigenlijk puur tegen elkaar, de punten sprokkelen, dat gebeurt de laatste jaren niet meer. Hè. Ja. Ik vind persoonlijk dat het bergklassement gedevalueerd is. Mm-hmm. De Gellen moesten toch veel meer knokken. Hè. Tot als er eigenlijk al een beetje een kloof was, dat ze er tussen aanhalingstekens bij neerlegden. Hè. Chris Froome heeft vorig jaar het bergklassement gewonnen. Ja. Dat moeten we toch ook... Ja, maar dat strekt hem tot eer. Hè. Dat strekt hem tot eer dat hij dat ook een keer... Maar komt ook want jij hebt dat weggegeven, hè. Dat jaar dat je de Tour gewonnen hebt. Door de punten nu ook. Hè. Nu is het dubbele punten. Een andere manier van tellen. Ja. Ja, je had hem eigenlijk 7 keer moeten winnen, hè, die bergtrui. Ja, of, je hebt hem, of 10 keer. Heb je hem weggegeven of moeten weggeven? Nee, ik heb dat weggegeven. Hè. Dat was hij weet ook hoe dat gebeurd is. Ze hebben dat komen vragen. En voor mij is het woord te woord. Hè. Maar ik heb meer... Met de remmen heb ik meer afgezien dan dat ik zo meegedaan heb om te winnen, hoor. Voor hem die trui te geven, heb je er weinig hulp voor gekregen. Dus ja, eigenlijk. Niks, is ons in de zak gezet. Niks, hè? Nee, dat is waar, hè. Ja. Voor wat oortmat zeggen ze altijd. Dat is waar. Geven, maar goed, je hebt de Tour gewonnen in 76. Laat ons de positieve dat was het kant naamste, ja. Onthouden. We gaan eens kijken naar de rituitslag en het klassement van vandaag. We hebben dus die Colombiaan helemaal bovenaan. Pantano en niet Pantani. Maika is tweede, Viermoos, Reichenbach, Alaphilippe, die misschien wel had kunnen winnen, hoor, vandaag, die Alaphilippe. Pauwels, Roland, Zakarin, Navarro en Tom Jelte Slachter. In het klassement een kleine wijziging. Van Garderen die verliest een paar plaatsen. Die zakt van 6 naar 8. Voor de rest blijft alles hetzelfde in die top 10. Froome, Mollema, Yates, Quintana, Valverde, Bardet, Poort, Van Garderen, Martin en Aru. We gaan eens luisteren naar de ritwinnaar van vandaag. Die Jarlinson Pantano die heeft bij Maarten van Gramberen aan de tafel gezeten een half uurtje geleden. En ook Rick Verbrugge, de manager van Yam Cycling, zat erbij. Hier is de neerslag van dat gesprek. Bienvenido, Jarlinson, Rick Verbrugge, welkom. Jarlinson, estabas muy emocionando al final tras la etapa de hoy. ¿En español? Sí. Sí, no, muy contento porque ¿sí? Es mi primera victoria en un Grand Tour. Y bueno, la verdad que es algo que no puedo explicar, solo disfrutarlo. Y como lo he dicho antes, una persona muy especial para mí del equipo desde el año pasado me ha dicho, tú eres un gran corredor, tienes que meterte a la cabeza que puedes ganar muchas carreras y desde esa vez siempre he pensado en eso, y este año ha cambiado todo, ¿no? Y he ganado ahora en Tour de Suiza. ¿Sí? Y ahora he ganado en el Tour de Reed, una persona que me ha dado mucha confianza, ha hecho que yo crezca también mentalmente y de verdad estoy muy contento, como se lo dije ahora. No sé cómo decirle gracias porque siempre ha creído en mí. Esta vez no necesitaste un paraguas o como Arcales. Miro. No, esta vez no. Rick, wist je dat hij zou winnen toen hij bij Maika kwam? Ja, ik was er vrij zeker van. Maar natuurlijk, Maika speelde nog heel link in de finale. Allee, echt professioneel. En hij laat Jarlinson op kop de laatste kilometer. Dus, maar ik wist echt dat hij kon winnen tegen Maika. Want ik ken zijn kwaliteiten. Ik weet dat hij heel goed is in afdaling en heel goed is in de sprint. Dus ik geloofde er echt in vandaag. Hoe jammer is het dat jullie ploeg ophoudt te bestaan op het einde van het seizoen? Jullie winnen een rit in de Giro, nu dit in de Tour. Hoe jammer is het? Ja, een van de belangrijkste doelen was ook Ronde van Zwitserland. Daar wint hij ook een rit, 4e in de eindstand. Dus ik denk wel dat we doen ons best op sportief vlak. Maar natuurlijk, het is een beslissing die financiële beslissing. En zoals ik altijd gezegd heb, het is heel spijtig, want na 4 jaar dat deze ploeg bestaat, het moeilijkste was voorbij. Nu is het allemaal maar fine-tuning dat je moet doen. En
ja, ik dacht ik ga voor een mooi project staan en dan valt dat eigenlijk weg. En dat was eigenlijk wel heel spijtig. Jarlinson, ¿crees que tu compatriota Quintana todavía puede ganar este tour? Yo pienso que el tour se acaba en París. Pienso que está difícil, pero yo tengo confianza de que lo va a muy fuerte. Sí, Froome está muy fuerte y lo ha demostrado en la etapa del viento, en la bajada. Pero tengo confianza de que Nairo va a hacer todo para ganar. ¿Denk jij dat hij nog kan winnen, Quintana? Oh, ik denk een beetje hetzelfde als Jarlinson. Froome is wel de sterkste renner, maar ja, zolang dat Parijs er niet is, bestaat er nog altijd een kans. En, het voordeel van Quintana is dat hij een heel licht programma gereden heeft voor de Tour. En dat kan in zijn voordeel zijn in de laatste week, maar natuurlijk, ja, het zal nog allemaal moeten gebeuren. Jarlinson, podrías firmar esta camiseta? Seguro. Aquí? Voilà, u kan dit truitje winnen van Jarlinson. Dan moet u Vive le Velo sms'en naar 43-42. Ik moet ook nog de winnaar van gisteren bekendmaken. De winnaar van het truitje van Cavendish is Wim Sips uit Oostmalle. Alweer iemand uit Oostmalle. Muchas gracias. ¿Podrías también firmar esta mesa? Aquí, por favor. Werk, morgen is er een etappe met aankomst in Zwitserland. En ik weet dat jouw schoonbroer, Greg van Avermaat, die met vloeistift heeft aangekruist. Kan hij winnen, denk je? Ja, ik denk het wel. Dat is een typische rit die hem moet liggen. Maar ja, het gaat volgens mij weer een vlucht zijn die tot het einde kan gaan. En daar is Greg wel heel sterk in. Als hij in de finale mee is, is het altijd gevaarlijk. Maar ik heb ook tegen mijn coureurs gezegd, want wij zijn ook een Zwitserse ploeg, dat die rit morgen ook belangrijk is voor in de vlucht te zijn. Dus ik had vandaag 3 renners aangeduid voor vandaag mee te zijn. En die waren al een 3 mee. En ik heb er 5 gezegd, jullie mogen vandaag een beetje sparen voor morgen. Dus hopen dat ze ook in het best gaan doen. Ja, maar dat jullie het liefst. Wie wint? Greg van Avermaat of een van jouw renners? Ik zal je antwoorden na de koers. Oké, prima. Goed, veel succes, Rick. Dank je wel. Jarlinson, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Ja, dat was een heel zwaar dilemma voor Rick Verbrugge. Het ging dan nog even over Chris Froome. En toen zei jij, Lucien, 2-3 minuten. Eigenlijk is dat zoveel nog niet als je een inzinking krijgt. Eén slechte dag en 2-3 minuten op een col bovenop aankomst is niks. Hè. Ja. Als die anderen dan goed zijn, natuurlijk. Maar die spectaculaire inzinking, dat zien we toch minder en minder de laatste jaren. Hè. De renners zijn toch beter verzorgd qua voeding. Vroeger was het bij ons altijd dezelfde menu dat je kreeg, 23 dagen aan een stuk. Dat is toch allemaal veel beter aangepast. Hè. Franse frieten aten jullie elke dag, hè? Ja. Ja. Ik ken ze. Groene bonen, dat waren kan Franse ze nu frieten. Nog niet zien, eigenlijk. maar je zegt, ja, die inzinkingen nu, die zie je niet zo vaak meer. Dat heeft te maken met de begeleiding, met de moderne technieken. Hartslagmeter ook. Ja, ze weten perfect waar ze zitten. Hè. Jullie reden vroeger constant in het rood. In het rood, we wisten dat niet. Hè. Oh, nee. Vroeger was de kunst zo lang mogelijk in het rood gaan, hè, zonder het echt te weten. Hè. Eigenlijk de grenzen kunnen verleggen. Nu is dat allemaal wetenschappelijk, dus ook maar goed ook. Hè. Dus alles evolueert. Ja, we hebben veel vragen binnengekregen over die zwarte staafjes onder het zadel. Je ziet zo'n zwart staafje onder die zadelpennen uitkomen. En de mensen vragen zich af thuis, waarvoor dient dat ding? Is dat een soort vleugeltje om de wind te sturen? Wat is het? Nee, het is een transponder. Een transponder die instaat voor de overdracht van de gegevens van die dingen naar de aankomst. Want aan de aankomst daar staat een hypermoderne technische bus, een vrachtwagen eigenlijk. En daarin worden al die gegevens verwerkt. We hebben daar ook beelden van. Kijk, dit is hem, Revolutionair Viewing Experience. Daar zit een heel team klaar. Die zitten daar met computers, met laptops, met tablets. En die gegevens van die transponders komen daar binnen. Dan weten ze perfect waar de renners zitten, wat de verschillen zijn, hoe het zit in de koers. So we're taking live telemetry data from these devices here. They capture the position and the speed of the riders and that gets transmitted back to us from the riders back into the technical zone here at the race finish line. And from here, we get to be able to put together a whole bunch of statistics, information that you'll see on the television around the speed, the different gaps, who's in what groups, the gradients, etc. And we also produce that information out through websites and through social media, through Twitter. Yeah. Interessante evolutie. Wind, wat nut heeft dat? Nee, vind je dat niet interessant? Ah, ik weet het niet, ik ben een beetje
een beetje een achterlek misschien. Van de oude stempel. Ik vind dat geen nut heeft. Ja, ik vind dat geen nut heeft. Ja, geen nut misschien, maar voor de mensen die dat dingen. Want bepaalde ritten zijn zo saai. Het is met zo'n dingen dat ze eigenlijk de mensen kunnen boeien om te blijven kijken. Ook, hè. Ja. Misschien zouden ze één ding moeten verplichten. Dat is iedereen zijn hartslag ook doorgeven. En dat dan op het scherm. Ja. En de wattage die ze duwen en zo, ja, dat zou natuurlijk ook nog een keer interessant kunnen zijn. Ja, maar dat zou ook een schat van informatie zijn voor de in de toekomst zal dat misschien nog kunnen. Iemand op het idee komen, ik denk dat dat technisch moet mogelijk zijn om dat in beeld te brengen. Ik denk het ook. Ik denk het ook dat het al geopperd is, hoor. Maar ik denk dat er een beetje weerstand is van de ploegen uit. Van de ploegen uit, waarschijnlijk. Ja, dat is graag. Ze zullen ook zien wanneer dat ze niet goed zijn en dan gaan ze demareren. Ja. Maar een stuk geheime prijs geven. Hè. Ja, ze hebben het al een aantal keer gedaan, maar het was dan met coureurs die vooral in een knechterrol zaten. Ja. Maar je zou het bij de toppers moeten zien. Natuurlijk. Maar ik vind, als trainer moet je dat ook zien. Ik zag ook bij mijn concurrenten zag ik ook wanneer ze goed waren of niet goed waren. Mm-hmm. Als wij moesten gaan aanvallen. Ja, maar Lucien, als jij nu naast die Froome zou rijden, je zou toch de hele dag denken dat hij kapot zit, zoals die op zijn fiets zit? Nee, omdat je die mensen zo goed leert kennen, dat je weet, ze hebben dan een andere houding als ze niet goed zijn. En dan moet je wel, je moet dat voelen. Mm-hmm. Zijn jullie gelovig? Ik wel. Ja. Daar aan de overkant, daar ergens, ik weet niet of het licht brandt. Ik zie vooral een klein kaarsje. Ja. Daar is de abdij van Oud-Combe. En in dit 12e eeuws klooster woont nog altijd een zuster, Sœur Marie heet ze. Onze ploeg van de toeristiek die heeft vandaag een bezoek gebracht aan Sœur Sourire, zou ik bijna zeggen. Maar het is Sœur Marie. En zij heeft dat seculiere leven dus geruild voor het religieuze leven. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Un jour, en priant, j'ai reçu cette parole, une parole qui est dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre, qui dit « Voici, j'ai ouvert une porte devant toi, que nul ne peut fermer. » Et là, j'ai compris que la vie religieuse, pour moi, c'était comme cette porte ouverte, que Dieu avait ouverte pour moi, personnellement, et que j'étais libre d'y passer, ou de ne pas y passer, si vraiment je ne le voulais pas. Il y a 7 ans, j'ai choisi de rentrer dans la communauté du Chemin Neuf, de m'engager au célibat consacré, de devenir religieuse. J'ai beaucoup hésité entre le mariage et le célibat. J'étais amoureuse, j'avais une relation, et tout se passait plutôt bien. Mais je sentais parfois dans ma vie un creux, un vide, quelque chose qui manquait de sens. Et donc j'ai choisi de venir passer une année ici. Et là, j'ai senti que Dieu m'appelait à cette forme de vie, une vie basée sur la prière, au service du monde, de l'Église, des autres. À l'abbaye d'Hautecombe, la communauté du Chemin Neuf est au service de ceux qui viennent, de tous les visiteurs. Pour nous, être comme ça, proche de ceux qui viennent, ne pas être cloîtrés, c'est la manière qu'on a d'annoncer l'amour de Dieu au monde, de témoigner de cet amour que nous avons reçu personnellement. Tous les frères et sœurs de la communauté et moi-même, si nous sommes ici, si nous avons choisi cette vie, c'est parce que un jour ou l'autre, nous avons fait l'expérience de Dieu. C'est-à-dire nous avons su, avec certitude, que Dieu existait et qu'il nous aimait. Et je pense que je peux dire que je suis plus heureuse maintenant que ce que j'avais projeté avant. En via het verhaal van Sœur Marie gaan we terug naar de koers. De tussenspurt vandaag lag in een dorpje met de naam Hauteville-Lompnes. Dat is een dorp dat jullie misschien niet gaan kennen, maar wel de man die daar
woont en is opgegroeid. Roger Pinjon. Ja. Ja, die is daar dus geboren op een zwoele augustusdag in 1940. En die heeft in 1967 de Tour gewonnen. Dit is zijn ritwinst in die Tour van 67 in Jambes. De rit ging toen van start in Roubaix. Hij pakt ook het geel in die rit. En uiteindelijk gaat hij de Tour winnen hier met zijn twee kindjes op het podium in Parijs. Pinjon, die in 1969 ook tweede was, hè? Achter Merckx, toen op meer dan 17 minuten. Hebben jullie oud-collega's ontmoet vanmorgen bij de start? Ja, we hebben er een aantal gezien. Een stuk of drie, vier. Hè? Ja. Dus we hebben Poepoe is er altijd. Jacques Bossis ook, ja. Dus we hebben toch een aantal gezien. Ja, ja. En meegesproken ook? Hè? Ja, een beetje toch wel. Ja. Ja. Dat is de bedoeling. Natuurlijk. Ja, er was een cameraploeg mee met jullie. Ah, ja, voilà. Olivier heeft jullie begeleid, Olivier de Wilde. En ook Paul Herreigers was er natuurlijk bij, zoals altijd. We gaan eens kijken naar wat jullie vanmorgen hebben gedaan. Comment ça va, Lucien? Ah, Raymond, comment ça va, toi? Ça va, et toi? Ouais, bien. Et toi? Toujours là? Alors, on fête cette... Bonjour, on fête madame. On fête tes 80 ans bientôt, non? Ah, oui, hein? Bah oui. Ah, ouais. Bah oui, hein? Hey, bonjour. Oui, 76, hein? Oh, mon Dieu. 50, ça fait combien? Bonjour. 40 ans, hein? 76. Oh, dis non. L'homme du dernier kilomètre. Oh, mon Dieu, comment ça va? Ça va, toi? Et toi? Ouais, ouais. Comme toujours, hein? Ouais. Ça va. Tu vas. Oh, on va faire rassemblement. Ah ouais, on est. Ouais. Le grand grimpeur. Ouais. Cette année, on a un nouveau, hein. Nouveau belge. Hein. Un nouveau grimpeur, un belge. Bien sûr, Thomas De Gendt qui est. Ah voilà. Oh. Thomas De Gendt, oui. Oui, oui. C'est bien cette année, les Belges se défendent. Ah ouais. Bah oui, hein. Super, hein. T'as vu? On a déjà gagné des étapes. On a pris maillot jaune, maillot blanc, maillot poids, maillot. Ah ouais, on a tout, hein. La victoire de Greg Van Avermaet a été absolument magnifique. Longue échappée, c'était superbe. Superbe. Merci au vent tout. En plus, et puis la combativité de Thomas De Gendt tous les jours. C'est bien. On est reparti par le sommet du Ventoux. Hein. Il y avait un mec qui était en vélo, il tenait son vélo comme ça. Ah oui. Il était comme ça, il ne pouvait plus bouger. Le vent allait le mettre dans le ravin. Passez une bonne journée. Merci bien et à la prochaine. Bernard. Allez. Merci Bernard. Salut. Salut. Hein. De Belgen doen het goed, hoor ik terugkeren. We zijn tevreden met twee ritzegens. Uiteraard zijn we tevreden. Maar zeg mij eens wat er moet gebeuren om nog eens een Belgische toerwinnaar te krijgen. Wat moeten we doen? Betere begeleiding bij de jeugd. Daar begint het, bij de jeugd. Jij bent ploegleider geweest bij jeugdploegen. Wel, het is zo dat wij nu een aantal talenten hebben die redelijk bergop of zelfs goed bergop kunnen rijden. Maar van daar naar een toerwinnaar, dat is nog natuurlijk een hele grote stap. Hè. Mm-hmm. Laat ons hopen dat die jongens die vooraan in de 20 zijn kunnen evolueren. Maar de Tour winnen, dat is natuurlijk niet niks. Hè. Dus mensen verwachten dat veel. Wij hebben, voordat Merckx gekomen is, ook vele jaren gewacht. Mm-hmm. Ik heb straks al gezegd tegen Lucien, binnen 10 jaar gaan we waarschijnlijk nog een keer uitgenodigd worden. Pak 5. Ja, of zelfs binnen 5, maar binnen 10. Dat zou kunnen, hè. Laat ons hopen. Hè. Ik denk dat Lucien van hetzelfde gedacht is. Laat ons hopen dat we een keer een Belgische toerwinnaar zullen krijgen. Maar persoonlijk zie ik nog niet de eerste 3-4 jaar gebeuren. Maar heel concreet, betere begeleiding, wat is dat dan? Moet je jongeren op heel jonge leeftijd al naar het buitenland sturen, op bergen laten? Want dat deed jij tenslotte ook niet, hè, Lucien? Jawel. Ging jij in het buitenland? Jawel, ik ging naar Spanje en naar Frankrijk in de Kools gaan trainen. Hè. Ja. Dat is nodig. Niet te veel laten koersen en training. Gewoon de Kools, alle dagen de Kools inrijden of bergop rijden. Het is nu jammer dat ze gaan verdwijnen, de Rabobank. Eigenlijk, die hebben een specifieke opleiding van renners die echt bergop kunnen rijden. Ik denk dat ze die moeten ook in België iemand zou kunnen zijn die de detecteert. En dat ze daar eigenlijk alleen naar werken om te zeggen, kijk, dat worden renners. Want de ronde renners wordt gewonnen eigenlijk in de tijdritten en in het klimmen. Hè. Laat ons eerlijk zijn, het zijn niet de spurters die voor het klassement in aanmerking komen. Maar het resultaat is er ook in Holland. Hè. Daar hebben ze ronde coureurs. Daar hebben ze. De ronde renners die het nu zijn, dat is de kweekvijver van enkele jaren geleden. Hè. Uh-huh. Maar ik denk, wij zitten met een aantal talenten in België momenteel. Laat ons hopen dat het toekomstige winnaars zijn in dit en een paar jaar. Hè. Ja. We gaan nog eens terugblikken op die Tour van 76. Hè. De basis voor die Tourzege leg je daar op Plat d'Adet, Lucien. Ja. We hebben daar nog wat beeld van. Ook. Kijk, hier ben je aan het klimmen op Plat d'Adet. Je had al de trui veroverd op Alpe d'Huez, hebt hem dan afgestaan. Uiteindelijk teruggepakt op Plat d'Adet, waar je de basis legt voor de eindzege in Parijs. Hier kom je in Parijs met de gele trui over de finishlijn. En dan ben je natuurlijk ontzettend tevreden. Oui, Lucien, heureux que ce soit terminé maintenant. Oh oui, je suis très content. Oh là là.
Moi, j'ai gagné tout, je n'ai jamais croyé. À qui dédiez-vous votre victoire? Bon, à tout mon équipier, à mon directeur, à tout le monde, il a bien travaillé pour moi. Tout le monde a fait 100% pour tout le tout. Ja, je bedankt de ploeg, terwijl er oorspronkelijk twijfels waren over de ploeg. Hè. Zou die ploeg wel sterk genoeg zijn om Lucien Van Impe naar de finish te dragen in Parijs? Hebben jullie zichzelf daar overtroffen, Willy? Goh, eigenlijk niet. Hè. Ik denk dat de ploeg ook onderschat was. Hè. Wij hadden bepaalde tekortkomingen. We hadden toch een paar renners die Lucien de Berge konden bijstaan. En wij vonden wel een groot geel. Hè. Wij kenden elkaar al verschillende jaren. We hebben al verschillende jaren samen in de Tour gereden. Samen op de kamer ook? Ja, vele jaren samen de kamer gedeeld. Hè. En we moeten toegeven, Guimard was wel een echte tacticus. Hè. Mm-hmm. Dus daar, die heeft wel... Ja, dat is natuurlijk zijn beste vriend niet geweest. Nog niet. En nog niet misschien. Maar ja, dus uiteindelijk moet ik wel zeggen... want ik denk al, jammer dat dat zo gelopen is. Had Lucien bij Guimard gebleven, denk ik dat hij twee of drie keer de Tour had kunnen winnen. Ja, maar Lucien denkt daar anders over. Hè? Ja. Nee, maar dat heb ik ook gezegd. Als ik aan de ploeg blijven, dan win ik... Zeker nog een paar keer een Tour met die ploeg en die mannen. Ja, ja, ja. Want Tino die wint in 78 de Tour. Dat was zijn eerste Tour. Maar Guimard heeft die geholpen om de Tour te winnen, omdat er niemand anders had. Hè. Ja. Had Lucien daar geweest, die had kunnen winnen. En eigenlijk dan de springplank voor Tino zijn naar de verdere toekomst. Hè. Nee, maar het heeft zodanig gekletterd in die Tour van 76 dat dat eigenlijk niet meer haalbaar was om verder te gaan met Guimard. Je ging zelfs stoppen, Lucien. Door het niet krijgen van een bidon wanneer jij dat wou. Stom, hè. Maar ja, dat is mijn karakter, dat was zo. Maar vertel, dat is nu precies. Je zit in de koers, je moet een bidon krijgen. En ik kreeg hem niet. Nee. En wat zit dan in de bidon? Gewoon water? Gewoon pap. Pap. Dat ik zelf maakte. S'morgen was rijst en er waren van alles een beetje in. Zo. Hoe noemde dat? Havermout en zo. Havermout en wat nog. En dat was drinkbaar voedsel. Hè. Mm-hmm. En ik had gezegd, die kilometer wil ik die en er in 9 keer om. En dan nog een keer, dat kreeg hij niet terug. Ik ging dan en kreeg hem ook niet. En ik denk dat jij hem dan gebracht hebt, of weet niet wie dan. Een minuut later kreeg ik dan een keer die bidon. Ja. Als hij zei, nu wil ik. En ik zei, ik heb hem natuurlijk verweten voor van alles en nog wat. En ik moest me s'avonds excuseren en ik wilde niet. Ik zei, ik heb gelijk, ik excuseer me niet. En dan zat het erop natuurlijk. Ja. En dat was het zat ruzie, erop. Hè. Jij in de gele trui, je komt in dat hotel, je maakt ruzie en je zegt, ik stop ermee. Ik ga naar huis. Morgen vroeg naar huis. Ja, ik heb dat gezegd. Dat is waar. Hè. Maar dan heb jij bemiddeld. Wel ja, onze vrouwen die gingen altijd tezamen en Merita daarbij hebben gezegd, Lucien, met naar huis te gaan, daar ga je jaren spijt van hebben. Allee, probeer dat. Hij moest hem zo gezegd excuseren. Allee, halvelings heb ik dat toch gedaan en iedereen was content. En uiteindelijk heeft hij de Tour gewonnen. Hij ging echt stoppen. Hè? Ik ging naar huis gaan. Ja. Velen onderschatten Lucien zijn karakter. Hè? Want vroeger nog meer, altijd lachs en goedgezind. Maar als het op aankwam, duurde die ook een keer op tafel kloppen. Want hij zei, jongens, kijk, zo moet het zijn. Hè. Mm-hmm. Maar dat was een terecht ook. Maar elke periode heeft zo zijn eigen typische zaken in de begeleiding. Hè. Jij zegt, ik kreeg die bidon niet. Er was een tijdperk, ik denk bij jullie ook, dat er gezegd werd, je moet zo weinig mogelijk drinken in de koers. Terwijl je nu zoveel mogelijk moet drinken om zeker niet gedehydrateerd te geraken. Ze komen nu na de finish en ze krijgen onmiddellijk hun recovery shakes. Ja. We zagen dat bij Cavendish een paar keer. Hè. Winterrits, ze staan daar al met die... Met die chocolade milkshake waarin vooral proteïnen zitten voor het herstel. Dit is compleet anders dan vroeger. Wel, het is erom dat er ook minder inzinkingen zijn, denk ik. Wij hadden dat allemaal niet. Hè. En doordat dat alle dagen hetzelfde eten was, dan de bepaalde avonden, dat je niet veel lust had om te eten. Hè. Als het echt warm was, hè, je werd echt vermoeid. En ze zeiden, weer een keer datzelfde eten. Ja, dus we hadden nog geluk dat onze vrouwen nog een beetje cake en van alles meebrachten, dat we iets anders hadden dan dat eigenlijk. Ja, s'avonds waren we terug, Harry Covert, met puree natuurlijk. Hè. Hebben jullie ooit op de rollen gefietst voor een rit? Nee. Nu doen ze dat ook, hè? Ja, voor een bergrit zijn ze al aan het opwarmen op de rollen. Ja, maar wij sliepen altijd tamelijk ver van de start. En dan ging met de fiets. En 10 of 20 kilometer voordat we toekwamen, stapten wij uit. Een beetje uit. Uitstappen en een beetje met de fiets rijden. Dat is hetzelfde. Hè? Ofwel van schrik in het dorp, terwijl de renners, want nu zitten ze allemaal in hun bussen, je ziet ze niet. Maar wij gingen een beetje gaan rijden om opgewarmd te zijn tegen de start. Goed kwam, dat we zeiden, ik ben toch een beetje klaar om erin te vliegen. Maar het was vroeger wel veel relaxter. Hè? Ik heb een foto van je, Lucien, toen je accordeon speelde tijdens de Ronde van Frankrijk met Robert Mirkevits. Kijk, een fantastische foto is dat. Ja. Ik zie het Chris Froome op dit moment niet doen. Nee, maar ze spreken nu van Sagan. Hè? Sagan is een beetje de komiek van het peloton, maar vroeger waren er zo 10, 20 in het peloton en er weer meer gelachen en meer plezier gemaakt. Hè?
Ik herinner me nog goed dat ik ging nog redelijk vroeg slapen, maar die mannen die bleven op en die waren twee, drie ploegen samen. En die waren s'avonds plezier aan het maken. Ook omdat we in de scholen dikwijls nog allemaal samen zitten, ja. in een heel slaapzaal. En ook tijdens de koers, he, wat dat daar allemaal uitgestoken werd. Ja. We dan in het begin wat traag gereden. En, oh. Ben jij groter dan Walter Godefroot of niet? Ja, we hebben dat ook ooit gedaan. Hè. Midden van straat. Hè. Wij moesten de fietsen vasthouden en hij was ervan overtuigd dat hem groter was dan Walter. Maar uiteindelijk bleek dat hem toch twee... Tijdens de rit was kleiner, ja. Dat de 2-3 centimeter tekort kwam. Hè. Maar hij was wel een grote kruid in de Tour dan Walter. Dus dat was wel... Ja, Walter is ook een groot renner geweest. Ja, tuurlijk. Ja, chapeau. Hè. Dus ook groene trui gewonnen en zo verder in de Tour. Hè. Maar nu zie je dat niet meer zien gebeuren. Hè. Dat zou niet meer kunnen. Sagan zal dat wel doen. Hè? Dine wel nog, maar ja. Het is veel te serieus geworden soms. Ja. Lucien, de begeleiding nu is veel professioneler geworden dan vroeger. Maar toch had jij ook al een goede engelbewaarder mee in die Tour van 76. Hè? Je mechanicien, Chris van de Geheugde. Ja. Wij zijn op pad geweest met hem voor de zomer van Lucien. We hebben nog eens een fragmentje opgerakeld. Bovenop Pladadij vertelt hij wat hij deed met de fietsen van jullie. Maar ik ging al dagen zijn de fietsen testen. Gelijk in de bergen ook. Hè. Dus ik maakte die fiets in orde. En s'avonds ging ik nog rijden met zijn fiets, dat beneden rijden, afdalen. En weer naar boven. En alles, in de extreme gevallen de puus testen. Of van de grote plant naar de 23 een keer. Rap schakelen. Dus, ja. En dan mocht geen keer overslaan. En dan moest geen tekstje over. Dat is toch wel heel extreem dat jij. Ja, dat heb ik nog nooit gehoord van de mechaniker. Je moet extreem werken om geen problemen te krijgen nee, in koers. Hè. Zelfs de fiets gaan testen. Ja, altijd, ja, al dat. En waren dat tijden zoals dat ik koerste? Als de mechaniekers en de verzorgers die kregen van ons altijd een fooie. Of dat me toekwam, een beetje geld en meedeelde in de winstpremies. Was dat niet kreeg zo? Ik kreeg een keer een pint af en toe. Maar voor de rest, waarom moet dat hebben? Ik weet niet, maar de moderne mechaniekers van mijn tijd, dat was zo. Hè. Ja. Uit waardering, respect. Uit waardering, leuk, ja. Het kwam zo een keer op mijn schouder, maar dat was meer dan voldoende bij mij. Ah, ik werk geen beroepsmechanicien. Dus, ik heb nou die 29 chansen van 75, 85 allemaal gedaan van Lucien. Allemaal. En Lucien stond erop en die sportdirecteurs worden er allemaal te akkoord mee. Dat is wel extreem. Die mensen, dat verdient een pluim, ongelooflijk. Die dat materiaal test. Maar jong, materiaal testen. Die was geobsedeerd, hoort dat. Ja. Ga zelf de fiets gaan testen, die bandjes lijmen. En dat is zo belangrijk voor een kruid, maar zo belangrijk dat je een goede mechanieker hebt. Ik kan dat geloven dat Lucien hem nooit kwijt wilde. En dat hij nog in de peloton zit. Dat vinden niet meer, dat vinden Lucien niet meer. Lucien en Rita, dat een broeder zes voor mij. Ja, ik word er bijna altijd in. Plankaart gaf zijn mechaniciens drinkgeld. Ja, ik kan gemakkelijk praten, maar hij verdiende nog veel meer dan wij. Dat is waar. Maar het is waar. Hè. Iedere dag ging hij met mijn fiets naar zijn bed ook, hè, en nam die mee op zijn kamer. Echt? En die sliep met mijn fiets. Ja. Fietsen stonden in de kamer. Fiets stond altijd, bij Chris op de tafel, op de kamer, dat betrouwde niet meer. Ja. Maniacaal. Ja. Mm-hmm. Zijn er in het huidige peloton ook mannen als Chris te vinden? Goh, misschien wel. Hè. Dus, die zijn ook allemaal professioneel en het materiaal is ook allemaal veel verbeterd. Dus, maar zo'n maniacaal, want eigenlijk was hij mechanieker van de ploeg, maar in de eerste plaats eigenlijk bijna een broer van Lucien. Hè. Dus hij heeft altijd hem bijgestaan. Dat materiaal ging hij zeker drie keer controleren. 'S morgens ook nog. Allee, om de twee dagen had hij aan de tube, ook om geen risico te nemen van plat te vallen. Hè. Dus uiteindelijk waren die tuben niet versleten, maar toch, we gaan toch geen enkel risico nemen. Ja, onbetaalbare gasten in een ploeg. We gaan naar de reportage van Sammy Nering. Hij en zijn trouwe luitenanten Olivier Smets en Steven van Hifte. Die wilden vandaag absoluut de tourpeloton twee keer zien passeren. En ze zijn gaan postvatten op de plek waar het peloton het plaatselijke circuit opdraaide. En daar hebben ze een reportage gemaakt. Monsieur, cet endroit, c'est spectaculaire. Spectaculaire? Parce qu'en plus, ils vont remonter jusque derrière, là. Ils vont revenir de culot, et ils vont remonter derrière, là. Deux fois pour le même prix. Deux fois pour le même prix. Ça, c'est bien. What are you waiting for? Hopefully, some pros descending at much quicker than we descend. And see if we can pick up some tips in a quarter of a second. Yeah. Yeah. I don't think Sagan can do a wheelie here, but maybe down there he can. I was trying to do wheelies before, but I only got this far off the ground, so maybe I can learn how to do them as well. Yeah.
tension est là, non? un petit peu. C'est une grande... La course repasse, donc c'est rare pour le Tour de France. Allez-y, allez-y, descendez. Allez, descendez. Faut être calme dans ces moments-là, comme ça. Tout le monde est calme aussi. Non, tout le monde est calme, jusqu'à ça recommence. Eh oui, parce que la course va arriver, donc c'est reparti. This is what supporting cycling is about, no? Getting as close as possible. Too right it is. Yes, fantastic. This is the best experience in the world. You saw them twice today or even more? Yes, twice. Come down the hill, come across the top. Who will win this tour? Who will? Chris Froome. For sure. For sure. Again. Again. You like that? Yeah, great. Well, the Belgian riders will always win the side across, don't they? So we've got to have our chance. What was that about? Well, explain that in English. Let me explain to you. So I was just talking about his mother. Well, that was really a fast descent, and the car nearly took me out, which was, yeah. It was amazing, though. Dangerous. Very dangerous. But where can you get so close to your heroes? What other sport? You can't. It's just amazing. Prachtig camerawerk was dat. Morgen steken we in etappe 16 de grens over. De start ligt nog in Frankrijk, in Moirans-en-Montagne, maar na 106 kilometer rijdt het peloton Zwitserland binnen. De finish ligt in de Zwitserse hoofdstad Bern. Een eerbetoon aan Fabian Cancellara, die in 1981 werd geboren in Volen bij Bern. Op 2 kilometer van de finish heeft parcoursbouwer Thierry Gouvenou nog een kasseistrook gevonden. De Nidegasse is 250 meter lang aan 7%. Het is de eerste keer dat de Tour aankomt in Bern. Maar Cancellara mocht er wel al juichen in de ronde van Zwitserland. Dat was in 2008. We zullen zien dat Philippe Gilbert in een ontsnapping zit. Hier gaat hij demareren, dicht bij de aankomst. Gilbert is weg. Cancellara reageert en gaat hem in de slotfase met een ultieme jump remonteren. Dat is dus in de Tour de Suisse van 2008. Cancellara gaat winnen voor eigen volk. Hier nog altijd niet op het wiel van Gilbert, hier wel. En dan nog die late jump. En Philippe valt stil. En dan wordt hij opgewacht door zijn vrouw en zijn dochtertje, Fabian Cancellara. Geloven jullie nog in Cancellara voor morgen? Ik geloof erin. Hij zal er wel. Hij heeft nog geen duw gegeven. En ik denk dat hem... Hij gaat toch proberen nog een etappe te winnen. Alleen maar met die etappe in het hoofd dan? Ja. Ja, ik denk dat hij een van zijn weinige kansen is, alhoewel dat ik niet 100-100 overtuigd ben dat hij goed is. Nee. Ik hoop het voor hem. Ik wel. Het zou mooi zijn, de carrière dat hij gemaakt heeft, dat hij op die manier zou kunnen afscheid nemen. Maar ik denk dat onze vriend De Greg een gevaarlijke klant wordt. Ja. We hopen dat Greg zijn tweede pakt. Oh ja? Maar we zullen ook niet trouwig zijn als Cancellara wint morgen. Want morgenavond is Cancellara bij ons te gast in Vive le Vélo. Ja. Samen met zijn ploegmaat Jasper Stuyven. Morgen rond de klok van 10 uur, dames en heren. We zitten dan in de Rozengarten, in het Rozengartenpark in Bern met Fabian Cancellara en Jasper Stuyven. Zijn ploegmaat Edouard Teuns is vandaag trouwens geopereerd na zijn val. Het is goed verlopen, die operatie heeft Teuns laten weten. Maar er wacht hem wel een lange revalidatie. Ja, gelukkig. Een gevaarlijke val geweest. Ja. Was het een fijne dag in de Tour? Vandaag? Ja. Ach, prachtig geweest. Mooi weer. Prachtige koers gezien. Ja. En veel schouderklopjes van de mensen. Die je nog steeds herkennen. Want het is nog altijd superpopulair. Ja, maar er zijn ook veel Belgen aanwezig. Het is vakantieperiode. En uiteraard, dus de laatste Belgische Tourwinnaar. Ja, dat betekent toch nog wel heel wat. Hè. Tuurlijk. En dat zal nog enkele jaren duren, vrees ik. Je vreest het. Wij hopen van niet, maar jij vreest het en je vrees zou wel eens terecht kunnen zijn. Lucien, jij moet hier nog een pakketje uittrekken. We gaan straks 1 kaart eruit halen om Maarten van Gramberen op te sturen. Weer de middelste. Hè? De dikste pak. Nog even wachten. We gaan nog wat beelden tonen en straks gaan we een kaart trekken. Die beelden zijn helemaal opgehangen aan jou, want morgen is het dag op dag 40 jaar geleden dat deze man, dus Lucien van Impe, de Ronde van Frankrijk won. En dat zorgde voor een waar volksfeest in Meren. Lucien van Impe, de beste. Dat ken je nog wel, hè? Ja. Clark van Meren zong het. En beter kan ik het niet zingen. Dus gaan we het Clark laten doen. Vive le vélo en tot morgen.
Chien van Imp de beste. En Thévenet de leste. Zijn gele trui is een beetje groot. Maar hij geeft ze allemaal op hun bruut. Lucien van Imp de beste. En zo de beste. Hier zit in Twil, dat is niet gezond. Er is weer een opzijn. Viva Lucien, het geel. En ze gezond, ja ze gezond. Met veel bravoer. Is ze de koning van de Tour. Een mens zou zin krijgen om opnieuw te gaan feesten. Lucien, het is aan jou. Ja. Als je nu de nummer 1 eruit haalt, Chris Froome, dat zou een hele straf zijn. Het is niet waar. Nee, is niet. George Bennett, dat is de man van LottoJumbo.nl, de 26-jarige Bennett. Die krijgt morgen bezoek van Maarten van Grammeren. Bedankt voor jullie komst, Willy en Lucien. Gezond. De glazen zijn bijna leeg. Dat van Willy en mij toch? Het is lekker bier. Lekker. Gevaarlijk? Als je er veel van drinkt, altijd. Hè. Hoeveel graden? 9. Is 9 graden? Beetje gelijk duvel. Of voor meer, wat is het? Zelfs iets meer, hè?